Hallo lieve Steenbok, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 18, 1 tot en met 7 mei. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve Steenbok, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Je hangt soms toch nog een beetje in het verleden, maar langzamerhand rolt dat meer naar het hier en naar het nu. Je bent bezig om hulp te kunnen accepteren, om je vleugels ook te kunnen uitslaan, maar het voelt vooral alsof je soms nog te veel beperkt bent in het willen voelen van een bevestiging of te willen horen van een bevestiging. Dus laat alles los, laat je helpen en vertrouw op jezelf. We gaan eens even verder kijken, lieve Steenbok, wat jij verder deze week kan verwachten. Wat kan jij deze week verwachten? Wat kan de Steenbok deze week verwachten? Je bent vooral aan het helen qua mannelijke energieën. Dit betekent dus eigenlijk dat je ook steeds meer in je kracht durft te staan, meer in je daadkracht durft te komen en ook weer wat meer durft te kijken met wat er goed gaat. Ik zie vooral ook dat je bezig bent met mannelijke energieën te helen, zodat je weer verder kan komen. Je gaat beslissingen nemen deze week. De besluiteloosheid gaat weg. En je komt steeds meer terug bij je eigen intuïtie, waardoor er dus veel meer rust komt. Echt luisteren naar je innerlijke roeping. Je bent op de juiste weg. Je weet ook waar je langzamerhand naartoe werkt. Ook al kost het tijd. Maar omdat je meer in jezelf durft te vertrouwen en adviezen durft aan te pakken waar nodig, zal je merken dat je ook meer in evenwicht komt, waardoor je dus eigenlijk grote stappen durft te maken. We gaan even verder kijken naar een mooie boodschap voor jou. Een weg naar vervulling. Deuren die echt voor je opengaan. Je bent er bijna. Nog niet helemaal, maar je bent er bijna. Durf te groeien, durf te bloeien. Durf fouten te maken, want van fouten leer je. En ga de liefde en het plezier tegemoet. Lieve Steenbok, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. 1 mei zit ik op de nieuwe locatie. Vind je het leuk om langs te komen? 6 mei is daar de opening van. En 16 september begint de opleiding mediumschap. Dus wil je daarbij zijn, geef je snel op. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.